De gemeente Bergen op Zoom beschikt over een uitgebreid stadsarchief waar duizenden boeken liggen opgeslagen. De oudste boeken zijn van het begin van de 16e eeuw. Door diverse oorzaken zijn veel van de historische stukken beschadigd. Het archief bestaat onder andere uit stadsrekeningen, stedelijke financiën en veel andere zaken. De aantasting van de stukken is veroorzaakt door vocht, schimmels en ongedierte. Om alles weer in een goede staat te brengen is een restauratieplan opgezet. Het restauratiewerk wordt voor een groot deel uitgevoerd door Giel Verraat, officieel behoudsmedewerker papier. Voor de restauratie van de circa 7000 boeken is een termijn gepland van 10 jaar. De boeken die moeten worden opgeknapt, worden volledig uit elkaar gehaald. Eerst wordt de perkamenten omslag voorzichtig verwijderd. Meestal is deze zo zwaar beschadigd dat die geheel vernieuwd moet worden. Vervolgens worden de katerns van elkaar gescheiden door het garen weg te halen. Een katern bestaat uit een aantal gebundelde bladen. Natuurlijk moeten al deze handelingen heel voorzichtig worden uitgevoerd om verdere beschadigingen te voorkomen. Van veel bladen is aan de randen een deel van het papier verdwenen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een te hoog zuurgehalte. Sinds de vorige eeuw gebruikt men in de industrie massaal steenkool en olie. Door verbranding hiervan wordt de atmosfeer steeds meer verzuurd. Uiteindelijk wordt niet alleen het milieu, maar ook het papier van boeken hierdoor belast. Als er te veel zuur in papier terechtkomt, zal dit uiteindelijk verpulveren. Met name aan de bladranden is dit effect goed te zien. Met speciale apparatuur wordt bepaald hoeveel zuur het papier bevat. Is dit te hoog, dan moet het gecorrigeerd worden. Om de zuurgraad op het juiste niveau te brengen, gaan de bladen naar een restauratieatelier waar men gespecialiseerd is in dit soort werk. De bladen worden ondergedompeld in een vloeistof die het zuur onschadelijk maakt. Een belangrijk deel van de restauratie vormt het aanbrengen van papier op plaatsen waar dat is verdwenen. Men noemt dit aanvezelen. Voor het aanvezelen worden de bladen op een viltband gelegd. Vervolgens wordt een papierpap over de bladen gegoten. Aan de onderkant wordt met behulp van vacuümzuigen het water van de papierpap ontrokken, waardoor de papiervezels aan de rand van de bladen achterblijven. Het ontbrekende gedeelte van de bladen is op die wijze weer aangevuld met papier. Na een aantal nabewerkingen zijn de bladen weer op het juiste formaat teruggebracht. Nu kan gestart worden met het samenstellen van het boek. De gerestaureerde bladen zijn weer gebundeld tot katerns en kunnen vervolgens aan elkaar genaaid worden. Voor extra stevigheid zitten er vier perkamentstroken tussen. Het garen wordt rond deze perkamentstroken heen geleid, waardoor er een stevig geheel ontstaat. Voor de afwerking moet tot slot de rug nog worden ingesmeerd met lijm. Hiertoe wordt het boek ingeklemd tussen twee plankjes. Nadat de lijm is opgedroogd, is het boek op zich klaar. Wat dan nog ontbreekt, is de omslag. Thank you.
De basis van de omslag bestaat uit dik karton. Dit wordt eerst beplakt met wit papier en daarna met perkament. Perkament is een dunne geitenhuid. Voordat het perkament wordt aangebracht, wordt het ingesmeerd met lijm. Daar wordt het soepel van en het is daarna goed te bewerken. Het perkament wordt vervolgens op het karton geplakt. De boekomslag is in principe klaar, maar de lijm moet nog drogen. Hiervoor wordt de omslag, het karton met het perkament, enkele dagen onder een pers gelegd. Het gerestaureerde boek moet tenslotte voorzien worden van een titel. De letters worden uitgezocht. Het zijn loden stempels. Nadat het juiste woord gevormd is, worden de letters in een handpers geplaatst. Tenslotte worden de blokjes lood verhit. En tijdens het persen smelt het materiaal van het stempellint en laat de vorm van de letters achter op het perkament. Sinds kort worden de titels ook op een ambachtelijke wijze op de boeken aangebracht. Peter Koster, een vrijwilliger van het gemeentearchief, is een fervent liefhebber van het schrijven van oude letters. Hij gebruikt hiervoor een ganzenveer. Hiermee kun je het beste het speciale lettertype schrijven op perkament. Achter de schermen van het gemeentearchief wordt door een aantal enthousiaste medewerkers veel werk verzet om een belangrijke bron van gegevens uit het verleden voor het nageslacht te bewaren.